Dan ga ik in een schedel. Dan ga ik een final glen. Dan ga ik een trafasi. Hier is het Sudan. Zuid-Sudan. Dan ga ik Egypte naar Longo. Naar Sudan. Dan ga ik een tramodel. De origineel Ethiopiërs. Dan ga ik ook naar Sem. Dan ga ik een keer in de stad. Voor hoe ga ik naar Sem. Daarom ga ik een blakka ser blakka. Maar zo'n blakka ser blakka. De Haharit na ga ik de ser. De blakka man. De Israëliet de maseri. Die de wet man. Je begrijpt? Dus een historie van ons, naar de ma-story. De ma-leroa-story, maar een historie die in de Bijbel. Breng het uit! Een historie in de Bijbel. Ik zal me naar Bosland Kiriol. Bosland Kiriol, dat is een debotojato. Dat is een debotojada, dat is een debotojada, dat is een debotojada. Ik heb een nieuw volk in 18 zoveel. Goedemorgen, zusters. Hebben jullie al een flyer gepakt? Moet je even een oor op te luisteren? Want de wetten van God zijn echt belangrijk. Want je bent moeder toch? Ik ben moeder toch, moeder? Even vijf minuten. Komt u even, wie is deze heren? Wie is deze man? Volgens u. Kijk niet, pas op even. Officer. Hij is mijn broer, want hij wordt het op haar. Zuster, even 5 minuten nog. Hij is zuster. Ja. Kijk, moeder, want de chief moet sabi. Want zij heeft geen sabi. Door die binnen gaan elucidaan. Hé, wie is het? Jezus. Hoe heeft je gezegd dat het Jezus is dan? Waar heb je het? Heb je het ooit gelezen ergens? Ja, in de kerk. In de kerk? Maar welke tekst, welke Bijbel? Want wij kunnen voor je lezen, zegt deze man is niet Jezus. Gelooft u dat, moeder? We gaan even de Bijbel lezen, hoe Christus eruit ziet. Dan gaat u het beter begrijpen. Want dit hebben ze nooit van tekst aangezet en ga lezen om te zien hoe Christus eruit ziet. Begrijpt u? Kijk, deze zijn naam is Cesar Borgia. Als je op Google gaat, je hebt internet of social, je kan googlen. Cesar Borgia is deze man. Zoon van Paulus de VI. Deze man hebben ze gezet als de Messia, nadat ze ons in slavernij hebben gezet. Begrijpt u? Maar deze man is niet de Messias van de Bijbel. We gaan lezen hoe hij eruit ziet. Je kunt in een schaduw komen. Kom even in een schaduw, lezen. Openbaring 1, vers 1. Aha. Dat is zo de kring van Jezus Christus. Openbaring van Christus. Ga direct naar vers 13, want daar. Vers 13. Aha. En dan minder voor hem zeven kandratiki. Een kandelaar. Kunt hier staan. Te midden van een kandelaar. Aha. Want soma bedeleki soma piking. Stond er iemand die lijkt op mensen zo. Wie is mensen zo? Emmanuel zo. Mensen zo. Christus toch? Jezus. Dus dit is een kandelaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar deze man hebben ze nooit een kandelaar gezet. Begrijpt u? Lees door. Dus je weet wat cross is, dat je foto. Dan wat go to cross is, dat je borst. Lees. Hem hede, dan hem weer, dat je weet dat je katoen. En weet dat je sneeuw. Dus zijn hoofdhaar en zijn baard waren wit net sneeuw en wit net katoen. Kom een beetje naar voren. Kom eerst. Katoen. Begrijpt u dat, moeder? Haar net als katoen. Is er een volk op aarde die haar heeft als katoen? Weet je wat katoen, een rauwe katoen aan de boom? Wall. Is er een volk op aarde die wall of haar heeft? Denk maar aan kroeshaar. Weet je wat wall is? Je hebt schapenwall. Ja. En de Bijbel, God praat meestal over mijn schapen. Waarom denk je dat ze schapen wollig haar hebben? Zijn mensen hebben wollig haar. En wollig haar is kroeshaar. Dus Christus heeft haar net als wol. Begrijpt u dus? Deze is alvast fout, want altijd heeft hij sleek haar. Begrijpt u? Lees door. En wit die lekker sneeuw. En het is wit. Deze man hebben ze nooit wit gezet, bron. Dus wat wij hebben gelezen, hebben we een schets gemaakt. En zijn haar is net als katoen, kroeshaar. En wit als sneeuw, want zo wij zeggen. Begrijpt u? En hem ei met de lekkie van fire vlam. Hij had rode ogen, want hij drinkt wijn. Maar met mate. Christus, zijn eerste wonder was water en wijn. Ja toch? Maar hij drinkt met mate. Je mag niet te veel drinken. Begrijpt u? Dus deze man heeft nooit rode ogen. Blauwe of groene ogen of bruine ogen. Ja toch? Maar deze man hebben we rode ogen voor hem gezet. Begrijpt u? Lees. En hem voeten met de lekkie van die koper. Zijn voeten nu waren net fijn koper, brons. Als ik je voeten zie. Je dochter haar voeten. Is het dezelfde kleur van haar hele lichaam toch? Het gaat niet verschillen toch? Begrijpt u? Dus we hebben Christus' voeten gezien nu. Dat wordt een teken. Ga je niet meer af. Ja, nu leer je maar. Zomaar naar man is volgens haar. Of naar man is na, dan maakt je niet dat. Zomaar de man leert dat naar man is. Ja toch? Maar daarom snap je nu. Voor sorry, dat ze de leer. Dat kan je wel leer. Want we
nou lees nou in de Bijbel. Zou lees dan aan ook eens, maar dat een foto van Christus. En ik brons. Je moet zien hoe foto nu. Na kleur van Jezus kiep. Je moet zien hoe wat er kleur. Deze is dat bakken. En een foto met de lekker fini kopro. Maar een foto met de lekker brons. Ik vind kopro. Zo'n kleur, wat voor kleur is brons? Wat kleur vind ik brons? Brons. Wat voor kleur? Wie is dat kleur? Wat voor kleur? Kijk hier. Dit is het. Dus Christus kan nooit deze man zijn. Begrijpt u? Dus dit is een leugen. Christus zijn voeten waren net als brons. Kleur van brons dan. God ook in de Bijbel. We gaan even lezen hoe God eruit ziet. Geef me Daniel. Want de Bijbel is er om te lezen, maar wat doen we lezen de Bijbel niet? We zetten het gewoon op onze kast. We hadden onze kussen denken van de automatisch gaat het niet op ons komen. Maar je moet elke dag studeren, je moet lezen wat er in de Bijbel staat. Want onze Bijbel is een historisch boek, en een cultureel boek, en onze moraal boek. Hoe we onszelf moeten manifesteren in de samenleving. Ja toch? Lees. Daniel 7 vers 9. Mi ben luko te leki dem konu sturu besetti. En da ouruan voor dei besidon. A ouruan voor dei nakado. Ja toch? Er is geen tijd voor God. Ama na ouruan voor dei. Lees. En krossi be de weti leki snow. Dus kado je weer krossi. God zit op zijn kroon, heeft kleren aan. Begrijpt u? Maar ze zeggen, God is een feest. Maar God trekt kleren aan. Begrijpt u? Lees. En dat we wiri voor hem hede. Dat we wiri voor hem hede. Zijn hoofdhaar. Bente leki lala wall. Bente leki san? Lala wall. Wall. Dus God heeft een kruishaar. Begrijpt u? Dus dit alles is gewoon een leugen. En God zegt, in de laatste dag gaan mijn kinderen weer wakker worden. En alle leugens exposen. Begrijpt u? Dus mijn broer, big blood. If Christus zegt yes, mijn naga juno. Zeg dat want dat. Dat want dat. Mij olu kuyu, dat is dat Christ in jou. Mij no fool. Mij no sukuyu vrouw. Mij no korofi. Mij no kradanu. Begrijpt u? Te wil ook dat een, zijn mijn zusters. Mij no huru misa, mijn trouw langa wan vrouw. Zorg om mijn ching. Mijn sterke gezinnen hebben wat er aan volk. Maar door dat toen een sabdat. Weet je, maar tot aan maris in uwede. Want volgens aan maris, die mag nu alles zijn wat. God nou een streng cadeau. Maar abrikels, daarom is dit met ons gebeurd. Slavernij. Dit zijn de inheemse broeders van ons. Dit zijn de zogenaamde kriolen. Slavernij komt door koppigheid, ongehoorzaamheid naar God toe. Lees dat even, weet je erachter doen. Door dat toen een artig cadeau. Of gewoon in Nehemia 9. Daniel 9, no? Daniel 9, 13. Vanaf 11. Je bent aan mijn oorlogsheer, maar ik voel even. Hoe dan ook, lees dat boek. Lees dat, wanneer dit op een van de zang. In de laatste die. Je mag op je aanrijs toch? Je mag op je aanrijs. Je lijkt volgens aan de bodem, altijd die aanrijs. Maar je mag op je situatie. Hij moet er eens een nummer aan. Ja, je kunt, er is een nummer, er is een website. Je kunt onderzoeken. Als er vragen zijn, kunt u app op een nummer. Alle vragen, we antwoorden volgens de Bijbel. Alles dat er gebeurt, staat in de Bijbel. Begrijpt u? Dat is goed, fijne dag verder. En vandaag is de Sabbatdag, ja? Dus de Sabbatdag moet je ook gaan onderzoeken en zeggen, hey, we mogen niet kopen en verkopen op de Sabbat. We mogen niet koken op de Sabbat, we mogen niet werken op de Sabbat. Begrijpt u? Is goed moeder, fijne dag. Hai, mijn broer, van je. Zuster, ik ga naar de kerk, even snel, even snel. Even nog één. Hey broer, ik heb een flyer, man. Ja, hier om kwee. Kom leer me saus aan even. Ik vrouw saus mee, ik vrouw saus mee. Want ik... Ik kleed je om naar de kerk te gaan. Maar weet u hoe je moet kleden volgens de Bijbel? Ga je leren hoe je moet kleden volgens de Bijbel? Lees het. Abokko voor Deuteronomium 22 vers 5. Waar oma nog eens weer die krossie is de man, zomaar krossie. En waarom? Wat na? Mansuma lang, zijn een mansuma krossie? Broek. Je heeft een broek aan. Dus dat is tak dat die tak van vrouwen mag weer maar een krossie. Oma vrouw broek kunnen de. Oma sma broek kunnen onder je jurk. Een legging is onder je jurk. Begrijpt u? Ga naar Timotheus snel. Hij blok, ik heb kom klaar met zijn even snel. Dan moet ik wel hier. Ik heb gewoon een akkoord. Ik ga naar Korea even snel.
En boeken voor 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 9. Zo schreef hij hem oma, moest we weer die crossie die zien ons zoor in hem skin. Zo schreef hij hem oma, moest weer crossie die zien ons zoor in hem skin. Zo crossie in ons zoor in hem skin. Wat voor kleding had je voor hem niet exposen? Jurken, lange jurken. Maar een broek is weer een vorm buiten. Begrijp je? Nee. Dan een sakafassie. En voor 2 in hem schreefie. Nog voor baby weer. En voor waar je gaat, en voor de parel, en voor die recrossies. Dus ik moet naar doren gaan. Maar innerlijke mens moet ook veranderen. Begrijpt u? Maar dan gaat Sandy zien dat hij oma, dan gaat gado fasi. Sandy heeft hij oma, dan gaat gado fasi. Want oma zal de gado fasi, je zal een crossie ook. Als je naar crossie fasi, dan pas je aan innerlijke ossoor in. Begrijpt u? Dus, je moet die Bijbel beginnen te lezen. Je bent een Israëliet, je bent geen christen. Christen ben je aan de rekening. We noemen dat inomadoro, akko nu konderlijk christen. Je hoort die kadoro, lekwa Israëliet wel. Want dat zag ook in die Israëliet, Romeinen 9 snel. Dan kun je die vertrekken. Romeinen 9 vers 4. Abuku. Begin naar 3. Abuku voor Romeinen, hoofdstuk 9 vers 3. Because mi be kan kari wa fluku kom na mi tap. Disi be kan prati mi fu Christus fu mi brada ere. Paulus prati. Ma be kan karo fluku kon eta fu prati na nga de brada fe. Lazy. Mi famiri na skin fasi. Skin fasi Paulus, de brada Paulus na skin fasi. Dat wat ak de ma ba sem kleur. De ma na sem ras. Lazy. Dem de Israelit suma. Dem de suma. Dem de Israelit suma. Sem Israeliten. Lazy. Disi kado be teki leki hem folku. Gado teki de Israelit leki folku. Ano Christen na matak de Israelit mi teki leki folku. Please. And them abi da glory. Da glory na uno abe. Israelita aba glory. Please. Nanga da them accorderi. The accorderi. Kuya seka. Old and New Testament. Please. Nanga da wet. Nanga a wet. Heeft u ooit gehoord over de wetten van God? Net hebben we eentje voor je gelezen. Vrouwen mogen geen bloed bedragen. Vandaag is de Sabbatdag. We mogen geen varken, geen garnalen, geen gladde vis eten. Zijn de wetten van God. Een man moet een baard hebben. Een vrouw moet een man moet trouwen met zijn vrouw. Dat zijn de wetten van God. Begrijpt u? Lees. Nanga da fasi futini gado. A fasi futini gado na unu wa abe. De Israëlieten. Gado no ki no atra volken. Begrijpt u? Lees. Nanga dem bramisi. De bramisi. Ka odora ko unu kondre. De ukora wet fu gado. No atra smana pa me ki dora ko unu kondre gado. De wet fu gado nanga bribi in Christus. Begrijpt u? Dus fijne dag verder. Ik hoop dat u lees en ik contact opneemt. Als u meer wil weten hoe je moet veranderen. Gaat u zeker aan hem sturen. What is nation? Nation is men leading by example.